Wij weten al een tijdje, vrienden, waar de deugneuzen zitten, hè? Ja, die zitten bij de NPO. Ja, mutvol. Ja, en RTL. Ja, ook helemaal tot hier vol met deugneuzen. Maar wat blijkt nou? Nou beginnen ze bij SBS6, beginnen ze ook de deugneuzen. Ja, heb je dat gezien? Oranje winter. Ja, ongelooflijk. Die nodigen dan, moet je nagaan, zomaar out of the blue, zonder enige aanleiding, nodigen zij Alexander Pechtold uit. Nou, dat is dus al sowieso deugneus 1. En, wat komt hij daar doen? Wat komt in godsnaam daar Alexander Pechtold doen? Ja. Moet hij gaan is er nieuws over de rijbewijzen? Over eerste kruising links? Ik bedoel, is daar nieuws over? Nee. Ik bedoel, dat is het saaiste bedrijf van heel Nederland. Rijbewijzen. Daar gebeurt nooit niks. Dus dat is geen enkele aanleiding om hem uit te nodigen. Hij is al zo lang niet meer van enig belang eigenlijk bij D66. Dat is... Wat komt hij daar doen? Ja, de enige reden die je kan verzinnen dat hij daar zou komen, dat is om uit te leggen waarom D66 het afgelopen jaar zo verschrikkelijk is afgegaan. Dat had hij, ja, dat had enige reden kunnen zijn. Om Pechtold daar naartoe te halen. En dan had hij tot in detail kunnen gaan uitleggen. Van ja, we hebben allemaal gefaald bij D66. En we hebben mensen dingen door de strot geduwd. En dat hadden we allemaal niet moeten doen. En we zijn te arrogant geweest. En vervelend met de groter en met die paternotten. En met de kakelende. En noem het allemaal op. En die jetten, die moeten ook niet gaan vliegen. Dat had hij... Dat had Alexander Pechtold kunnen doen, ja. Maar nee hoor, nee. Daar bij die redactie, oh, van die oranje winter. Nee, we halen Pechtold. En dan, dan mag hij wel eventjes weer Wilders afzeiken. Nou, en dat gebeurde dan natuurlijk. Want dat is het enige wat hij altijd doet, Pechtold, ja. Die draait dan zijn riedeltje af van wat er allemaal niet deugt aan Wilders. Zomaar! Hey, terwijl hij zelf met zijn eigen club 15 zetels is kwijtgeraakt. Dan heb je geen enkel recht meer van spreken. Dan moet je gewoon je mondje houden. Oh, als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten. Nee, niet bij Pechtold. Die komen daar gewoon eigenwijs zitten wauwelen over Wilders. Extreem rechts, PVV, noem het allemaal maar op. En dat wordt allemaal maar toegestaan. Ja, door Talpa en door zo'n oranje winter. Nou zeg, ja, we gaan ze bijschrijven hoor, op het lijstje deugneuzen.